Goedenavond, welkom op deze avond van de uitleg voor Skyward Community. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben sinds 2016 gestart met investeren in het bedrijf Juninski String Technologie. En sinds juni 2020 ben ik leider eigenlijk van een nieuwe communicatiegroep samen met Earl Carriers. Wij verzorgen ook samen de presentaties om de beurt. En verder hebben we nog een heel aantal mensen die ons ondersteunen met hand- en spandiensten. Iedereen weet dat het in de wereld er beter aan toe moet gaan. Er is veel vervuiling, luchtvervuiling, zeevervuiling. Er gaat veel mis, bruggen vallen in elkaar. Er is veel onderhoud nodig, maar er is ook heel veel wat er gebeurt wat eigenlijk helemaal niet goed is voor onze aarde. En dat heeft iemand ook al eerder gezien. En die heeft een nieuwe manier van vervoer ontwikkeld waar hij al 40 jaar mee bezig is geweest. En dat is, zoals u ziet op het plaatje, hoog op het tweede niveau noemen ze dat. Het eerste niveau is op de grond, de wegen die wij kennen. Maar het tweede niveau, dat is van de grond af, hoger in de lucht. Maar het mooie is, het is niet alleen het tweede niveau, het verbruikt ook geen fossiele grondstoffen. Maar het wekt zijn eigen elektriciteit op. Dat is gewoon heel mooi. En doordat de kolommen heel smal zijn, die gebouwd worden, is er ook niet veel ruimte, geen materiaal nodig en ook geen ruimte nodig om dit te bouwen. Die gaat niet verder. Oh ja. De heer Anatoly Juninski heeft dit al jaren geleden gezien. En via zijn bedrijf Juninski String Technologies, UST zeggen we ook wel met een afkorting, is hij daar 40 jaar geleden aan begonnen. Hij is geboren in de buurt van Tsjernobyl en we weten bijna allemaal wat daar gebeurd is met die ontploffing van die kerncentrale. En wat voor oplossing heeft hij dus boven de grond? Deze foto links, die is echt gemaakt, die heb ik gemaakt in het Technopark in Belarus, waar ik in 2019 ben geweest om te kijken. En dat is echt geweldig om dat te zien. We hebben zelfs mee mogen rijden. Bovenin zie je de Uniflash en onderin is de Unibus. De Unibus kan een snelheid halen van 150 km per uur. En de Uniflash, de bovenin, die kan over de 500 km. Dat is best een snelheid. Dit is de heer Anatoly Juninski. Bovenin links ziet u hem bij zijn model, wat toen de eerste keer tentoongesteld werd op de Unotrans in Berlijn. En onderin links ziet u het allereerste model van hem, wat hij is gaan testen. Een echte vrachtwagen op ijzeren rails, om te kijken of het lukte. En jawel, het was gelukt. Dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn. Een groot aantal daarvan is al helemaal geverifieerd en gecontroleerd en goedgekeurd. Er zijn formulieren van dat goedgekeurd is door een extern bedrijf. U ziet hier passagiersvervoer en ook containervervoer. Dus dat zijn er heel veel. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dat bestaat al lang. Want in Duitsland zie ik het ook al en in China heb ik het ook al gezien. Daar hangen ze al in de lucht. Dat klopt, maar die hebben alleen maar wielen op het dak. Ze zijn dus van de grond af, maar ze gebruiken nog steeds de fossiele grondstoffen. Zo ook met de kabelbaan in de sneeuwgebieden. Het woord zegt het al, kabelbaan. Die worden door een kabel voortgetrokken en niet met een motor. In de modellen van Juninski String Technologie zit een motor. Als je dan gaat kijken hoe er gebouwd moet worden, is ook nog zoiets. Het traditionele vervoer, dan moet je van A naar B een weg egaliseren. Dus de rivier gaat weg, de berg gaat weg en het wordt mooi helemaal recht glad, want anders kan de trein er niet overheen. Maar het vervoer van Juninski String Technologie laat alles intact. En die gaat met pilaren bouwen en zo komt die wegbedding op het tweede niveau. Ze hoeven dus geen zware grondwerkzaamheden te maken. En daardoor worden ook de dieren, de omgeving van de dieren, wordt niet vernietigd. Men kan gewoon daar blijven wonen en leven zoals ze altijd gewend zijn. Die steunpilaren hoeven ook niet zo dicht bij elkaar. Die kunnen best op een grote afstand van elkaar. Op dit moment in het park in de Verenigde Arabische Emiraten al op 288 meter van elkaar. Maar men zegt dat het tot een kilometer afstand gebouwd kan worden. Als dat straks is, nou dan is dat heel goed voor de omgeving waar de dieren leven. Als dan die pilaren gezet zijn en de string is er doorheen getrokken, dan gaan ze ook de uiteinden strak trekken op de grond links en rechts bij stations. Maar er wordt ook nog een harde
omhulsel omheen gedaan. En het harde omhulsel zorgt ervoor dat er ook zware materialen overheen kunnen. Maar om de druk op die rails niet te sterk te maken, zie je op het onderste plaatje, gaan ze die wagon in stukjes zetten. Dan is de druk ook verdeeld en dan hoeven de rails ook niet zo sterk te zijn. Toch nog meer dan sterk genoeg om gewoon heel veel vervoer en zwaar vervoer eroverheen te laten rijden. Dus elke 10 seconden kan het in theorie straks ook dat de wagons van elkaar afstand hebben en kunnen rijden. Nou is er een beveiligingssysteem ook voor nodig. Als je dan kijkt rechts, dan zie je eerst de doorsnede van een rail. Dan zie je een vierkant langwerpig ijzeren omhulsel. Daar zitten snaren in. De string staat erbij. En er boven overheen, daar zie je een ijzeren laag eroverheen. En dat is de sterke laag die zorgt dat er bijna geen slijtage is. En links ziet u het beveiligingssysteem, zodat de wielen die over de rail bovenin heen gaan, dat die niet kunnen ontsporen, want die worden door die wielen die in de zijkant, in die oranje rondjes zitten, worden die op het spoor gehouden. En als je dan de middelste twee plaatjes ziet, dan zie je de rail en de wielen, dat is staal op staal wrijving. En die worden, daardoor verbruiken ze veel minder energie. Het is composiet stringrail, het is heel sterk. En ook de rail, als je kijkt rechts, de plaatje nog eens met die string erin. Door de strings die erin zitten, en die zitten in een polymeeroplossing. En daardoor kunnen ze niet roesten. Dat is ook nog eens heel erg belangrijk. Maar ook het energieverbruik kan veel meer verminderd worden als nu met het conventionele vervoer. De aerodynamische weerstand van de lucht bij een auto, die komt er voor overheen en die circuleert dan aan de achterkant rond. Dat wil zeggen dat die snelheid daardoor tegenhoudt, vermindert. Als je dan kijkt bij onze U-flash, de rechterfoto, dat is ook getest in de windtunnel, hè? Dan zie je dat de wind er vloeiend over en onderdoor gaat. En dat wil zeggen dat het de wind totaal geen invloed heeft op de snelheid van dit soort vervoer. Sorry. Wat kan de Uniske stringtechnologie hiermee bereiken? Natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren, want die kunnen blijven leven. Die hoeven niet meer over wegen over te steken, dus niet meer gevaarlijk. Maar ook het transport kan versneld worden, want er zijn geen files meer. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Dus ook nog eens voor de CO2-uitstoot heel erg goed. Daarvoor, om dit te doen, dat is een heel andere manier van werken als normaal. En daarvoor hebben ze een eigen opleidingscentrum. De ingenieurs die er werken, die kunnen ook nieuwe mensen opleiden. Maar ook de universiteiten die dicht bij de testparken staan, daar worden ze dikwijls dichtbij gebouwd. Die kunnen studenten opleiden en studenten komen ook in het park voor training en voor les te krijgen. En inmiddels zijn er al een heel aantal studenten afgestudeerd. Hoe mooi is dat? Wat is er ontwikkeld? Drie verschillende manieren van spoor. De doorhangende rail, dat zie je in het bovenste plaatje. Het middelste plaatje is de enkele spoorstructuur en de laatste is de dubbele spoorstructuur. Daar ga ik straks iets meer over vertellen op het laatst. Deze spoorstructuur die is heel erg soepel, de bovenste. En dat is net, als je hier het plaatje ziet, heel erg smal. Als je dan kijkt naar die bril, die is... Een bril is best klein, maar deze rail is nog smaller. En toch is hij supersterk. Hier kan gewoon een wagon aanhangen, meerdere wagons, over dezelfde rail. En die gaat niet kapot. Het blijft gewoon heel sterk. Dat is heel mooi. En als je dan kijkt naar de onderste, de enkele en de dubbele spoorstructuur, dan zie je de echte foto hier van wat er gemaakt is. En daar zie je ook dat de echte voorgespannen draden in die polymeeroplossing liggen. Wij in ons land kunnen het zo bekijken. Bruggen die worden ook met zo'n touwleidingen, zoals het lijkt, opgehangen. En zo moet je het eigenlijk ook zien met deze spoorstructuur. Die strings die erin zitten, die zijn getwiste snaren. En die getwiste snaren worden ook weer in elkaar getwist. Supersterk wordt dat gemaakt. Maar alvorens dat ze de markt moeten betreden, moet elk voertuig getest worden. Die wordt echt aan van alles getest. En hier zie je rechtsonder Anatoly Uninsky zelf met een aantal van die certificaten die hij ontvangen heeft dat het veilig is. En linksboven zie je zijn vrouw samen met iemand. Die krijgt daar ook weer een veiligheidscertificaat uitgereikt. Ze hebben er heel veel verschillende al. Hier zie je nog een aantal certificaten, maar ook patenten staan hier tussen. En onderscheidingen die hij gekregen heeft voor zijn manier van denken en zijn manier van ontwikkelen. Dat hij het vervoer
significant kan veranderen in de wereld. Dit gaat echt heel erg anders worden. Ook in 2019 is hij een van de experts geweest in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Supermooi. Als je dan kijkt, dit is nog niet 1/10 van alle documenten die ik net heb laten zien. Als je bij de pijl kijkt, dat is een veiligheidscertificaat. En rechtsonder is ook nog een ander certificaat. Dat veiligheidscertificaat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar rechtsonder, het certificaat, dat is op 16 februari is dat door toegekend door de Europese Unie. Daar zie je het, Brussel, op 16 februari 2018. En toen is hij lid geworden van een grote internationale organisatie. De International Association of Public Transport, UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven over heel de wereld. En ook onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen over heel de wereld. Maar als je dan kijkt, 96 landen. En dat hij een van die personen is. Hoeveel transportbedrijven zijn er wel niet per land? En hij heeft toegang gekregen tot een select groepje van belangrijke bedrijven. En wij zijn hier mede-eigenaar van. Kunnen we trots op zijn. Maar nou zijn er ook mensen die technisch goed geschoold zijn en die zeggen, hoe zit dat dan in elkaar? Ik snap er niks van, dit kan niet. Nou, je kunt kijken naar de site gaan van Janinski Engineer. En daar staat alles uitgeschreven en getekend wat bekend mag worden. En daar kunnen dus alle techneuten die hier iets meer van willen weten, kunnen hun hartje ophalen wat er allemaal te lezen is. Maar degenen die niet zo technisch zijn, er is ook een website voor, de rswsystems.com, rsw-systems.com. En daar kunnen we het op een makkelijke manier lezen en is het voor iedereen begrijpelijk. Dit zijn alle modellen, die passagiersmodellen die ontwikkeld zijn. En dan bij de volgende zie je de foto's erbij. De rechts zie je de computertekeningen. Want dat kregen wij in het begin te horen van mensen. Ja, computertekeningen, dat kan ik ook, bestaat nog niet. Nou, links zijn de foto's van de wagons die echt ontwikkeld zijn en die allemaal getest worden. Ook de meeste zijn gecertificeerd, veilig bevonden en daar mogen mensen in meereizen. En ik heb het al mogen ervaren in 2019 in Belarus, maar ook vorig jaar november in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar hebben we ook mee mogen rijden in dat testpark weer om te zien hoe dat het gaat en hoe dat het voelt. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is een testpark. Nou, dat is heel belangrijk, want daar moeten de testen gedaan worden. En daar krijgen ze de goedkeuringen en de veiligheidscertificaten. En vanaf dat moment mogen ze gaan verkopen, eerder niet. En nu, sinds de expo die in de Verenigde Arabische Emiraten is geweest, expo 2020, die is daar nu geweest vorig jaar, oktober tot eind maart. En daar zijn heel veel landen geweest en heel veel delegaties hebben een speciale begeleiding gekregen naar dit park om daar zelf in een wagon te stappen en mee te mogen reizen. Ik heb straks nog een aantal foto's daarvan en ook van onszelf dat wij daar zijn geweest om te laten zien dat we er echt zijn geweest, dat het echt klopt. Dit zijn nog een aantal modellen. Bovenin de twee zijn voor passagiersvervoer en de onderste twee voor de industrie. De bovenste is de Unibus en daar kunnen mensen in meereizen die iets groter kunnen, meerdere mensen in een wagon. En die kunnen ze ook verder uitbreiden door tussenstukken ertussen te zetten. En deze kant tot 150 km per uur is voor stadsvervoer. En de onderste die is ontwikkeld om van stad naar stad te gaan. Want deze kan tot meer dan 500 km per uur. En dat wil zeggen dat hij 10 km nodig heeft om op snelheid te komen en 10 km om af te remmen. Dat wil zeggen dat een traject altijd al langer moet zijn dan 20 km om zijn snelheid te kunnen halen om snel van A naar B te gaan. En de onderste twee is voor de transport. En dan zie je de alleronderste is een transportband. En die is ook weer heel belangrijk voor landen waar heel veel bergen zijn en waar de industrie niet met vrachtauto's wil gaan rijden. En dan zie je hier onderin ook weer. Zie je nog de echte foto ervan. Net had ik een plaatje. Nu is de echte foto hier onderin. Maar bovenin zie je het containervervoer. En dat kan zijn staand op pontons, maar het kan ook hangend zijn dat ze op die manier zorgen dat ze kunnen vervoeren. En het lijkt erop dat die hangende goedkoper nog is voor bedrijven om te vervoeren als de staande. En dat deze manier van vervoer heet Unicont. En de Unitruck, dat is meer voor
zand, steenkool, kiezels, weet ik veel allemaal. Die kunnen in een unitruck, maar die kunnen ook op de transportmodi van een, van een mijnbouwgebied waar ze het delven, naar de fabriek waar ze het verder gaan ontwikkelen. Dus er zijn echt heel veel verschillende modellen. En links, helemaal, er is een plaatje voor. Dat is het eerste model wat waarschijnlijk in bedrijf gaat komen in Belarus. En dat is voor naar de vijver toe te gaan, dat ze daar kunnen gaan vissen. En dan wordt daaruit getest hoe het werkt als mensen echt ermee gaan reizen en echt gaan betalen. Dus dat is ook bijna klaar, zoals ik begrepen heb. Hier zie je nog een foto van de transportband, hoe dat daar werkt. Dat is gewoon heel mooi. Dit is ook heel goedkoop bouwen. Het volledige systeem kan vanaf 4 miljoen, per kilo, 4 miljoen dollar per kilometer gebouwd worden. En dat is veel goedkoper dan alle andere manieren van vervoer die gedaan moeten worden of gemaakt moeten worden. Ze hebben twee prioriteitsrichtingen. Personenvervoer en transportvervoer voor de industrie. En het personenvervoer is ook heel veilig, want zelfs als er een wagon halverwege ergens stil komt te staan, dat je niet verder kan, om wat voor reden dan ook, dan kan altijd een andere wagon komen die koppelt hem aan, want voor en achter is een koppeling, dat zie je bij rechts in het plaatje rechtsonder. Elke wagon heeft dat, ook de containervervoer heeft dat. Of er nu een containervervoer komt of een passagiersvervoer, ze kunnen allemaal elkaar helpen, elkaar aankoppelen en naar de volgende station brengen. Dit is het kantoor van de Uninsky String Technologie. En daar zie je rechts zie je het nieuwe kantoor. En rechtsonder is het oude kleine kantoor. Dat hebben ze inmiddels verkocht. En daarbovenin, rechtsboven, is het nieuwe kantoor. Alles wat je hier ziet aan kantoorgebouwen is ook allemaal gekocht zonder 1 cent lening. De lening die ze hebben is van ons. Wij hebben hiervoor betaald. Iedereen die via het crowdfunding systeem geld gedoneerd heeft, die is een stukje mede-eigenaar van alles wat ik hier aan het vertellen ben. Zo ook hier, de fabriek. Dit is een van de fabrieken. De blauwe is de allereerste. En het eerste kantoor was het witte gedeelte erachterin. Maar inmiddels is het gebouw linksonder op het grote plaatje, zie je met het witte dak, dat is afgebroken. En er is een nieuwe gebouwd en dan zie je rechts in de sneeuw, het rechtse plaatje, dan zie je het geraamte staan. Daar zijn ze toen aan het bouwen gegaan om een veel grotere fabriekshal te plaatsen. En hier zie je op het rechts onder het plaatje dat er rechts achterin die fabriekshal gebouwd is. Heel mooi. Hier kunnen ze heel veel bouwen. Er is nog een fabriekshal meer. Dit is het park in Belarus, wat ze als eerste gekregen hebben in 2015. Het was een oud vervuild militair terrein. Dat hebben ze helemaal af moeten graven, schoon moeten maken. En daar is het eerste test- en certificerings- en demonstratiecentrum gebouwd. En nu ziet het in 2019, want dat is de laatste keer dat wij daar geweest zijn, zag het er zo uit. Inmiddels is het nog een beetje meer uitgebreid bij de, erachter bij de vijver. Maar ook rechts aan de rechterkant zijn er nog twee lijnen bijgebouwd. Maar daar worden alle testen gedaan. En een test is niet zomaar. Testen is echt om de weg op te mogen gaan, dat het veilig is, dat er geen ongelukken gaan gebeuren. Je wilt het niet hebben dat er ergens een ongeluk gebeurt. Dus ze gaan echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, moet er jaren een stuk van de hele dag door testen gedaan worden. En men moet aan de hand van alle data die men daarmee op kan slaan, wordt gecontroleerd of het helemaal veilig is of dat er ergens iets is wat verbeterd moet worden. En elke model moet daar gedaan worden. Hier heb ik een plaatje van het station in Nijmegen. Dan zie je heel veel beton. En daar rijden al die treinen, ieder een eigen opstapstation. En bovenin heeft mijn collega Earl, die werkt via de App Hunter app, die is een tester van deze app en die wordt steeds beter uitgebreid, heeft hij in de echte foto het systeem van Uninsky String Technologie kunnen zetten. Inmiddels kan hij als filmpje dit ook bouwen, maar ik heb hier de foto. En dan zie je dat dat amper materiaal nodig heeft. Hier kan deze wagon kan van A naar B zonder er heel veel wegen te moeten bouwen, heel veel grondstoffen daarvoor te moeten gebruiken. Hier kan men gewoon in elk willekeurige flat een opstapstation maken en kan men verder reizen. Ook hier het busstation, hetzelfde. Ook hier heel veel bussen die overal van A naar B rijden. Allemaal uitstoot van slechte gassen
En dat doet die wagon van Juninski Stringtechnologie niet. En als je dan hierop kijkt, zie je de flits erachter. En het linkerplaatje, kleine plaatje linksboven, dat laat zien dat in elke flat eventueel een opstapstation kan komen. Want men zet een pilaar voor de flat en achter de flat. En door de flat laat men deze rail lopen. En dan kan elke flatbewoner kan op een bepaalde verdieping kunnen ze gewoon zeggen, hier maken we het opstapstation. En dan kunnen mensen daar in en uitstappen. En heeft men geen auto of zelfs geen fiets meer nodig. Want we kunnen van A naar B met de wagon. En binnen 5 minuten kunnen we, als het systeem helemaal geïmplementeerd is in de stad, kunnen we overal komen waar we moeten zijn. Hoe geweldig is dat? Dit is de Uniflash. Die hebben wij gezien in Berlijn. Hebben we erin mogen zitten. Hier zit mijn collega Ines in. En rechtsonder zie je het plaatje van de motor. En als je dan ziet die man met die hand erbij, dan zie je hoe klein dan die motor maar is. We konden er niet in kijken, maar hier hebben ze wel de motor tentoongesteld om ons te laten zien hoe het was, hoe het eruit zag. En daar konden we helemaal tussenin kijken en alles. Was gewoon heel mooi. Dit kan overal gebouwd worden. Men, dus geen probleem om moeilijke situaties te hebben, zoals moerassen of woestijnen. Men kan overal bouwen. Nu gaan we van Wit-Rusland naar de Verenigde Arabische Emiraten, want daar hebben de leiders van Sharia, die hebben op een beurs in april 2018 ook voor de eerste keer kennis gemaakt met het systeem van Juninski Stringtechnologie. En ze vonden het zo fantastisch, dat was heel snel, in september 2018 hebben ze al alle gesprekken gehad en hebben ze een handtekening gezet, zodat Juninski Stringtechnologie ook in de Arabische Emiraten kon bouwen. En in het gedeelte van het land van Sharia, daar hebben ze op dit moment gebouwd. En daar zijn ze toen naar het woestijngedeelte gegaan. Daar hebben ze officieel de opening verricht. Daar ziet u het onderste plaatje rechtsonder. Er was helemaal niks. Er stond helemaal niks. En zometeen komen er ook allemaal plaatjes wat daar al gebouwd is. Ze hebben daar de officiële opening verricht samen met een aantal mensen en de sheiks. En ja, dat was gewoon zo verschrikkelijk goed om daar te mogen gaan bouwen. Dat de sheiks dit ondersteunen, dat is veel en veel belangrijker als dat mensen zich maar kunnen indenken. En hier hebben we dan alle modellen die nu gebouwd zijn. En als je dan links kijkt, het linkerbovenste plaatje, dan zie je al heel goed dat het ecohuis er staat. Een rotonde ervoor waar de auto's en bussen kunnen komen om mensen in en uit te laten stappen. Maar je ziet links ook al de bogen voor de 2,5 kilometer baan waar ze nu mee bezig zijn en waar ze verwachten in mei mee klaar te zijn om daar heel de string te hebben ingetrokken om daar te kunnen gaan testen voor zwaarder vervoer. En als je heel goed kijkt, zie je in het midden achteraan een vierkante boog en dat is voor de containervervoer straks. Dus er komt nog veel meer bij en helemaal links kunnen we net niet zien, is de 400 meter baan waar ik zo meteen ook nog een plaatje van heb. En in het midden plaatje zie je de binnenkant van het ecohuis. En daar zijn wij geweest. En dat was heel apart, want als je daar binnen loopt, heel raar, je voelt het eigenlijk, het is niet heet daar. Buiten was het heel heet en we liepen daar binnen en we zeiden, oh, een aangename temperatuur, heel apart. Je kunt het een beetje vergelijken met als het warm is en je loopt in de bossen. In de bossen is het ook altijd heerlijk toeven. En dat was daar ook. En rechtsonder zie je de aanbouw zijn de stations, de eindstations, en die zijn nodig. Die moeten klaar zijn voordat ze de strings over die pilaren heen kunnen trekken. Want die worden op die eindstations natuurlijk vast verankerd. En anders kan er niet verankerd worden. Dus daar heb je de eindstations voor nodig. Die zijn nu klaar. Dus nu zijn ze bezig om die string overal erheen te trekken. Ook nog een heel werk. Dit is de 400 meter baan. Die is eerst vanuit het station linksonder zie je dat. En ook rechtsboven. Dan zie je het vanuit het station naar de eerste pilaar is 100 meter. Dan is het naar de volgende pilaar 200 meter en dan weer is 100 meter een stuk naar het andere station aan de andere kant. Dit is een 400 meter baan waar op dit moment iedereen die daar komt kijken, wordt in deze wagons meevervoerd, kunt erin zitten, kunnen meereizen, kunnen ervaren wat het is om op deze manier te reizen. Hier zie je de aanbouw links nog van het station. En rechts zie je een wagon, die hebben ze getest. Wisten ze weer wat ze aan moesten passen. Dan wordt zo'n wagon weer uit de rails gehaald. Die wordt in de fabriek weer opgepimpt, om het zo maar te zeggen. En dan gaat hij weer terug om te kijken of dat het dan beter werkt. En zo zijn ze constant verbeteringen en aanpassingen aan het doen om het up-to-date te maken. Dat het gewoon straks ook heel fijn reizen is. Dit is de foto van het totale lengte van de 400 meter baan. Dan zie je de twee
pilaren en ertussenin zie je de wagon al van A naar B gaan. En linksonder zie je een plaatje erop staan, dat is van de container. Op dit moment wordt daar dus de passagiersvervoer, maar ook de lichte containervervoer wordt hier getest. Zodat ze alvast data hebben die ook op lichte vervoer gewoon nodig is. En dat straks ook gebruikt kan worden voor het zware vervoer. Maar dan zijn ze alvast wat sneller. Want er zijn gewoon veel landen die zitten te wachten dat die containervervoer ook goedgekeurd wordt. Die is nog niet goedgekeurd, want er is nog niet voldoende data van. En ze moeten ook nog voor zwaarder vervoer testen. Maar als dat is, dan gaat het straks heel, heel hard. Dit is nog het bouw van het station, zoals je ziet achterin, links achterin bij het grote plaatje. Maar rechtsboven zie je al die pilaren achter elkaar, 2,5 kilometer lang. Wij zijn er toen wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren, langs dat park gereden. En je blijft een heel stuk rijden en constant pilaren, 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 een heel lang stuk, totdat je bij de universiteit uitkomt. Supermooi. Ik heb nog een paar plaatjes ervan. En dan zie je, er staat, het kost $1 per 100 ton per kilometer. Dat wil zeggen, iedere kiloton die vervoerd wordt, per kilometer kost die 1 cent. Supermooi. Ik zeg het verkeerd, $1. Sorry. Sinds 2014 ontwerp, bouwt en certificeert het bedrijf elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En onlangs hebben ze aangekondigd dus die overgang van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie. Maar ook open commerciële verkoop op de internationale markt. En dat is nu al een driekwart jaar aan de gang. En dan zeggen heel veel mensen, jammer, die Anatoly Yuninsky, dat is al een oude man zoals ik zie. Wat als hij er dadelijk niet meer is? Stopt dit dan? Hebben wij ergens in geïnvesteerd wat misschien straks niks meer opbrengt? Nou, u ziet hier Anatoly Yuninsky links staan bij het bord van rechtsaf. Hier de volgende afslag is de toegang tot het park. En rechts bij het bord, daar staat zijn zoon. Dus opvolging is gewoon in orde. Hij heeft ook nog een dochter die er werkt. En heeft nog twee andere kinderen die nog iets te jong zijn. Maar die kunnen allemaal nog opgeleid worden. Maar de zoon die is gewoon nu al helemaal in het bedrijf bezig. Als je oplet hoe hij eruit ziet, dan zie je hem regelmatig op foto's verschijnen. Maar niet zozeer telkens met zijn naam, maar wel zie je hem overal op foto's staan. Dit is een certificeringscertificaat. En hier hebben ze alles gecontroleerd. Niet alleen de spoorconstructie en het elektrische vervoer, maar ook de anker en tussensteunen en het reizigersstation. Dus eigenlijk alles van A naar B dat je in het station komt, dat je opstapt, dat je van de ene station naar het andere gaat. En ook alle ankers, alle pilaren ertussen. Alles is gecontroleerd en er moest allemaal perfect in orde zijn. Alle data moest allemaal kloppen en dan kreeg men dit certificaat. En inmiddels hebben ze dus gekregen. Ze zijn ervoor geslaagd. Er wordt bevestigd dat er voldaan is aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Dat wil zeggen dat het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld wordt vereenvoudigd, want niemand hoeft nu nog zelf de eigen testen te doen. Dus dat is gewoon heel mooi. En verder hebben ze ook een certificering voor warm klimaat, want ze hebben voldaan aan al die eisen die dus gesteld worden. En Yuninsky Stringtechnologie is op dit moment in gesprek met autoriteiten in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah. En ook in de buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. En inmiddels nog veel meer landen, maar die komen we zo meteen ook nog wel aan de orde. Dit is Dubai, daar hebben we ook informatie van. Want ze doen mee in Dubai met de aanbesteding van de RTA om op korte termijn sporen te bouwen in de stad, in Dubai. En de tekst die Yuninsky daarover zei was, wij doen mee met die aanbesteding en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt het U-Sky project de beste oplossing voor Dubai. Maar het is natuurlijk aan de heersers van Dubai om daarover te beslissen. Maar naast Yuninsky Stringtechnologie zijn er ook bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk betrokken bij de competitie. En Sharjah bekijkt ook een voorgestelde lijn om de belangrijkste stad te verbinden met de oostkust van Kokfakam. En de sheik en de sultan, Bin Mohammed Al-Qusami, hij is lid van de Hoge Raad en heerser van Sharjah, die heeft al interesse getoond. En als je hier het plaatje ziet, dan zie je van links ligt Dubai, rechts bij het rode rondje, daar ligt die stad. En vandaar van links naar rechts, dwars door de Verenigde Arabische Emiraten heen, eigenlijk door het
gedeelte van Sharia, daar komt ook een traject. Daar zijn ze ook over bezig. En Jeninske Stringtechnologie heeft ook nog meerdere opties ingediend om ook in Kokafakam nog van alles te ontwikkelen. En waaronder ook de Skytrack voor vrachtvervoer naar de haven en een stedelijk netwerk in de stad. Dus er is al veel meer daarin wat allemaal ingediend is. En het is aan de heersers van die twee steden om daar verder een oordeel over te vellen. Maar we weten inmiddels dat alle anderen die meedoen, die hebben alleen van alles op papier staan. Maar die hebben nergens geen testcentrum waar getest kan worden, waar gekeken kan worden, waar gevoeld kan worden, waar meegereden kan worden. En waar gewoon gezien kan worden, het werkt, het voelt fijn, het is een veilige manier van vervoeren. Er zijn veiligheidscertificaten, die anderen hebben dat allemaal nog niet. Dus zouden ze dat al gaan krijgen, dan liggen ze in ieder geval jaren achter op het systeem van Jeninske Stringtechnologie. Voor ons heel goed. Hier zie je het traject wat ook besproken wordt. En dan zie je boven in een vliegveld en onder in een vliegveld. En dan links naar de haven. En dat is ook een traject van 45 kilometer van vliegveld naar vliegveld. En nog een 17,5 kilometer van links naar rechts. Dat is het volgende plaatje. Dan zie je hier die 18,5 kilometer. En ze doen er ongeveer gemiddeld met een snelheid van 77,5 kilometer over. Als ze op links en rechts op bepaalde plaatsen stoppen om iets te moeten laden of lossen. En Oleg Saretsky, die wijst hier in het testpark aan op een informatiebord welke steden dat er allemaal verbonden gaan worden met dit systeem. Dus hoe mooi is dat? Dat ze hier al de weg en een aantal stations kunnen laten zien waar ze gaan bouwen. Dat wil zeggen dat ze verder zijn dan wat ze ons nu vertellen. Wat zijn de voordelen? Het transport op snarrails beweegt boven wegen en water zonder andere vervoerswijzen te verstoren. Je ziet het hier op het linkerplaatje. Gewoon tussen de middenberm kan men een pilaar bouwen en dan gaat het vervoer van Jeninske Stringtechnologie en de auto's en vrachtauto's die over de weg willen rijden, kunnen dat nog doen om in de file te komen staan. Het kan dus gemakkelijk in elke omgeving worden geïntegreerd, want het neemt heel weinig grondoppervlakte in beslag. En daardoor hoeft er ook bijna geen grondwerving plaats te vinden, want deze grond is meestal in bezit van de ontwikkelingsbedrijven. Bergen, bossen en water zijn dus daardoor ook helemaal geen obstakel. En het is niet nodig om het terrein waterpas te maken, wat hier wel is. Maar men kan ook gewoon door de bergen als die niet waterpas zijn. Dus om het even in kort te zeggen, het verbruikt bijna 5 keer minder energie ook dan elektrische voertuigen. Rechtsonder zie je een plaatje nog van over de weg heen het vervoer, voor containervervoer. Dan hebben de auto's er ook geen last meer van. En rechtsboven is een foto weer van mijn collega Earl Kergets. En die heeft een foto gemaakt van een file in Nijmegen. En daar heeft hij het vervoer van Jeninske Stringtechnologie boven geplakt. Dat gewoon zonder filevorming verder kan rijden. Wat zijn nog meer voordelen? De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele vervoer. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Oh, nou zie ik het hier. Ik zei het wel goed. 1 cent net. Het is niet 1 dollar. Het is 1 cent per ton, per kilometer, om iets te vervoeren. Het is zo verschrikkelijk goedkoop. Daar kan de concurrentie niet aan tippen. Ook late lostijden worden veel meer verkort. Er hoeven geen vrachtauto's meer in files te staan om aan de beurt te zijn om een container op te laden of te wachten tot hun container uit de schepen komen. Het kan allemaal achter elkaar naar de plaats waar het naartoe moet, waar het besteld is, straks in de toekomst. Wordt gewoon op zo'n ponton gezet en het gaat meteen linea recta ergens naartoe. Er hoeven geen vrachtauto's meer op een hoopje bij elkaar te staan. En er zijn daardoor ook geen dure terminals meer nodig. Als je dan kijkt, dan zijn de belangrijke logistieke problemen goed opgelost. Linkse plaatje, dat zal straks verleden tijd zijn. Ook in die landen waar nu mensen echt moeite moeten doen om te kunnen reizen van A naar B. Jeninske transport en infrastructuur wordt onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Die extreme luchttemperaturen zijn in warm klimaat tot min 50 graden, en in koud klimaat, dat is plus 50, ja, zeggen allebei ook tot 60, maar veilig tot 50 graden erboven en eronder, zijn de extreme luchttemperaturen, kan het vervoerssysteem aan. Hoe mooi is dat? En wat de milieuvriendelijkheid betreft, is het natuurlijk
goed voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, want het vernietigt geen vruchtbare grond en ook de vegetatie blijft gewoon groeien. Trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. Als je hier rechts op het plaatje kijkt, dan zie je de kangoeroes die staan daar. Dat zijn de grotere dieren. Maar wat denk je van de kleinere kruipende dieren? Als over deze weg de vrachtauto's heen rijden, dan waren er voor heel veel dieren het einde midden op de weg en niet dat ze de overkant van de weg zouden halen. Nu wel. De belangrijkste hoge snelheidstransportsystemen zijn vooral hun kosten. Als je dan kijkt dat in Europa de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer kost om te bouwen, hè? Om aan te leggen. En de jaarlijkse onderhoud komt er nou eens bovenop $100.000 per kilometer. En kijk eens hoeveel kilometers van spoor dat er overal ligt. En wat dat dus jaarlijks kost om te onderhouden. Maar dan nog verder, de Hyperloop. De constructie van wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. En deze technologie is nog in de conceptfase. Als ze dat moeten gaan bouwen, dan wordt dat een heel ander verhaal. Hier heb ik daar ook nog, kijk die bovenste plaatje maar eens aan van die spoorconstructie. Daar heb ik straks nog een mooi verhaal bij. Nadezhda Korosareva is de vrouw van Janinski en die heeft dus dit geschreven. En verder is 1 kilometer metro, wordt zelfs, kan het oplopen de prijs, tot 150 miljoen. Niet allemaal natuurlijk, maar die prijs kan oplopen tot 150 miljoen per kilometer om te bouwen. Als je dan kijkt naar hetzelfde deel van Janinski stringtechnologie, dan zal dat slechts ongeveer gemiddeld 10 miljoen per kilometer zijn. De kostprijs is tussen de 1 en 10 miljoen per kilometer en weinig onderhoudskosten. Dan zal zeker, als je dit zo allemaal hoort, Janinski stringtechnologie de industrie fundamenteel gigantisch gaan veranderen. Er is ook samenwerking met de beste bedrijven in de wereld. En een van die bedrijven is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Bij onze buren heb je het bedrijf Bekaert. En die levert de string voor alles. Die zitten wereldwijd, is een heel groot bedrijf. En die hebben een contract getekend dat ze overal waar gebouwd worden, hun strings geleverd gaan worden. Dus iedereen uit België kent het bedrijf Bekaert. Dat als ik dat vertel aan de Belgische mensen, dan zeggen ze, wauw, dat bedrijf, geweldig, dan geloof ik er ook zeker in, dit is goed. Maar zo zijn er in verschillende landen, worden de beste bedrijven, de beste materialen gebruikt om dit te bouwen. En dat is niet alleen België, maar er zijn veel meer landen die goede producten kunnen leveren. Dit is mijn collega Vladi Volkov. En daar hebben wij heel goed contact mee. Die houdt ons op de hoogte. Dat is een van de mensen die dicht bij het bestuur zitten van de Skyward Community. En hij heeft mij deze foto laten zien. Hier zie je de rollen die er liggen van Bekaert die geleverd zijn in Minsk destijds. Zometeen heb ik ook nog een foto van in de Verenigde Arabische Emiraten. Want hier zie je kiezelsteentjes op de grond. Straks zie je zand op de grond. En die plaatjes die erachter op die rollen liggen, dat zijn deze plaatjes. En als je dan kijkt, zie je rechtsboven Janinski stringtechnologie staan en links bij zijn vinger staat Bekaert. Dat je echt kunt zien dat het bedrijf Bekaert levert. En hier zie je weer de plaatjes allemaal op die rollen staan, dat het echt daar staat en het echt geleverd wordt door het bedrijf Bekaert. Maar nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja maar, ze duurt zo lang. En er is niks, er gebeurt niks, ze staat stil. Nou, als je dit even bekijkt, dan zie je in 2015 hebben ze het park naar de grond gekregen en zijn ze begonnen met de bouw. In 2016 is het eerste model ontwikkeld en dat is ook het model waar ook nu het logo op gebaseerd is. De U van de voornaam van Janinski met dan een beetje schuin, zoals dit model, is de U een beetje achteroverhellend gemaakt en dat is het logo gebaseerd op dit model. In 2017 hebben ze 3 modellen ontwikkeld. De Unitruck voor de industrie, maar ook de Unibus en de Unicar. En die werden ontwikkeld en meteen ook daar getest. In 2018 kwamen de Arabieren van de Verenigde Arabische Emiraten in beeld. Die vonden het geweldig. En in 2019 hebben ze het eerste testtraject al in de Arabische Emiraten opgeleverd. Supersnel. Kijk eens hoe lang het normaal duurt om een traject ergens te maken. En hier is het gewoon binnen een jaar is het gewoon geregeld. En in 2020 is de Uniflash getest gaan worden in het park. Dat is een model voor de 6 personen die 500 km per uur kan halen. En in 2021 is daar de Unicon bijgekomen. Het containervervoer die een snelheid kan halen tot 120 km per uur. Dus ik
Ja, ik kan wel zeggen dat er heel veel ontwikkeld is in die 6 jaar tijd, 6, 7 jaar tijd, als je dat zo bekijkt. Maar er is ook heel veel media-aandacht inmiddels. Want er is op een gegeven moment rechts, die verslaggever rechtsboven, die kreeg dit te horen en die dacht, dat wil ik zelf zien, ik geloof er niks van. Die is gaan bellen en die heeft mogen komen kijken, heeft mee mogen reizen, heeft filmpjes mogen maken. Die filmpjes heeft hij op zijn nieuwssite gezet. En Fox News en CNN en andere nieuwsbedrijven, die hebben het allemaal overgenomen. Ik kan hier de filmpjes niet laten draaien, maar al deze filmpjes, als je die zou draaien, dan zie je overal ongeveer dezelfde beelden, een beetje in een andere volgorde, dat het lijkt dat ze het zelf hebben gedaan. Maar het is toen heel erg in het nieuws gekomen. En rechtsonder zie je ook nog het Mediablad. De Mediablad, die heeft er ook aandacht aan besteed. En niet één pagina, we stonden op de voorpagina, zoals je ziet, maar binnenin hebben ze ook nog, kijk eens, hoeveel pagina's gewijd om dit vervoer uitleg te geven. Super geweldig gewoon. Maar ook de koning van Lesotho, die was in Dubai op de World Expo. En dat was heel mooi dit, want toen wij daar waren, moesten we op een gegeven moment even allemaal apart gaan staan. En toen kwamen er een hele rits auto's, 6, 7 auto's, geblindeerde auto's, die kwamen eraan. En wij zeiden, wat is dat daar? Want wij moesten apart en die mochten voor. Die mochten voorkruipen, vonden wij. Vonden we helemaal niet heerlijk. We zeiden, hoe kan dat nou? Die komen hier, een hoop tulband op en jurken aan. En die mogen voorkruipen en wij niet. Wat is dat voor iets raars? En die gingen dus mee en toen mochten wij daarna weer. En verder wisten wij niks, dus wij vonden het heel raar. Tot we een aantal weken later dit bericht naar buiten kwam. Dat de koning en koningin van Lesotho, die koning Letsie de Derde, en zijn vrouw, die waren daar op bezoek, maar ook de ambassadeur van Rwanda, die waren daar. En wij zagen toen aan de foto's, dat we elkaar belden van, ken je die? Earl belde mij, net, heb je daar gezien? Nee, ik heb niks gezien. Nou, zegt hij, ga eens kijken, ken jij die mensen? En ik ging kijken, wat, die hebben wij daar gezien, joh? Nou, dat was echt heel mooi. En ook links het plaatje, daar hebben wij, dat hebben wij ook mogen zien. Wij hebben in het centrum mogen komen kijken, waar ze dus alles kunnen volgen wat er in en om en naast de wagons gebeurt. Dan kunnen ze alles precies zien. En toen wij daar stonden, toen vroeg iemand, die had de wagon, die was daarna met een aantal andere mensen aan het rijden. En toen zei hij, kunnen jullie ook praten met de mensen daar in die wagon? Ja, zei hij, dat kunnen we. Hij zegt, mag ik even iets zeggen? Nou, dat mocht dus. Hij zei iets in een bepaalde taal, dat konden wij niet verstaan. En die mensen die erin zaten, en die schrokken, ja. Die keken omhoog. Dus van bovenin is waarschijnlijk dat microfoontje waar dus gecommuniceerd kon worden met hun. Konden ze zo eventjes een gesprekje hebben. Supermooi was dat, maar voor ons ook heel mooi om mee te maken, om dat te zien. Dus wij hebben echt gezien dat mensen vanuit de World Expo naar het speciale park komen van Janinski String Technologie. En dat ze daar allemaal, alle hoogwaardigheidsbekleders van landen, daar hebben kunnen komen kijken. Inmiddels zijn er van verschillende landen al meerdere hoogwaardigheidsbekleders geweest. En zelfs bouwbedrijven die zijn gaan komen kijken, omdat ze in die landen het willen gaan bouwen. En die moeten wel zien waar het over gaat, want die hebben geen idee. Dus dat is wel heel apart. Daar ligt Lesotho in Zuid-Afrika, om niet te weten waar het is. En Lesotho is een land dat dus geen kuststrook heeft. En waarom vinden ze dit nu zo belangrijk? Zij willen vanuit Lesotho zelf, willen ze dat de landbouwsector ondersteund kan worden. En zij vanuit Lesotho door de bergen heen naar Durban, de haven, een traject bouwen. Zodat hun mensen uit hun land ook een beter inkomen kunnen krijgen. Want ze grenzen nergens aan de zee. En die Janinski String Technologie kan deze problemen voor hun oplossen. En inmiddels, hier heb ik het, alle namen van landen waar ze al gesprekken mee hebben. En dat is Vietnam, er zijn ook al handtekeningen gezet. Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico, Ecuador, Colombia, Brazilië, Lesotho en Rwanda. Maar naast andere Aziatische en Europese landen en Amerikaanse overheden, naast deze zijn er ook Aziatische, Europese landen en Amerikaanse overheden die ook interesse hebben getoond, maar nog niet zo ver zijn. Maar deze landen die ik hier opnoem, die zijn al meer dan één keer wezen kijken. Die hebben echt, daar zijn de gesprekken verder mee, gaan we niks van horen, totdat het traject
ondertekend is en deze landen er zelf mee naar buiten komen. De Chinese stringtechnologie zal niet naar buiten brengen zo gauw als een ondertekening gedaan is. Die wachten tot het land zelf mee naar buiten komt en dan krijgen wij het pas te horen. Of dan gaat de Chinese stringtechnologie dit pas naar buiten brengen. Dus wie weet zijn er landen tussen dat we het pas horen als een traject klaar is. Daar moeten we wel even rekening mee houden. Hier zie je bijvoorbeeld een delegatie uit Zwitserland is geweest. Dat is uit Europa. Kijk eens hoeveel mensen. En hier uit Brazilië. Brazilië zijn ze al voor de vierde keer geweest. Hier zijn inmiddels burgemeesters en ondernemers geweest. Burgemeesters uit heel veel verschillende steden. Als ik een presentatie geef op locatie, doen we één keer in de maand ergens. Dan laat ik precies zien waar in Brazilië allemaal. Maar hier wordt een eigenlijk vanuit Midden-Brazilië naar verschillende havensteden. Moeten die stringrail langs. En die burgemeesters van die steden moeten natuurlijk allemaal een steentje bijdragen. En die zijn hier allemaal komen kijken om te kijken hoe het is en hoe het werkt. En inmiddels zijn ze al vier keer geweest. Dus hier is echt veel meer aan de hand in dat land. Dit is van Rwanda, de delegatie. En als je hier nou kijkt naar het model, ik weet niet of jullie mijn muis zien, maar hier zie je de dubbele spoorstructuur. De bovenste regel zie je dubbele spoorstructuur, maar ook daaronder. Maar kijk eens in het midden. Daar zit een buis tussen. En daar ga ik straks op het eind iets meer over vertellen. Ook een delegatie van Kirgië is geweest. En die willen het vervangen. En hier is een dame, die is ook van een bedrijf, van een transportbedrijf. En die is ook komen kijken om te kijken hoe het transportbedrijf hiermee moet gaan bouwen, hoe het werkt en alles. Dus je ziet het, het is niet alleen een koning of koningin, maar ook ondernemers komen om te kijken, om uitleg te krijgen. Dit is in het kantoor van Janinski. Hij heeft in zijn kantoor ook een van de wagons staan. Hij kan ook daar de rail laten zien hoe het allemaal werkt en al die soort dingen. En links zie je nog een keer het mooie nieuwe kantoor waar ze vorig jaar in gestart zijn. Nou hebben we ook nog een verhaal over Michael Kazan. Die heeft ook het park bezocht. En hij is een gerenommeerd econoom en politicoloog. Hij is academicus van de Internationale Academie of Management. Hij is ook een gepensioneerd staatsadviseur, een tv- en radiopresentator en een voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. En hij plaatst op dit moment voorspellingen voor ontwikkelingen in de wereld over de economieën en de geopolitieke analyses op zijn portaal Kazin.ru. En Anatoly Janinski heeft een persoonlijke presentatie en rondleidingen gegeven, omdat hij heel belangrijk was. En die rondleiding kreeg je door de controlekamer en kreeg je uitleg over de hardware en software van het besturingssysteem. Want deze gast die weet precies waar het allemaal over gaat en die wil natuurlijk zeker weten hoe de veiligheid is. Daarna heeft hij een testritje gaan maken en hij was razend enthousiast. Als expert in economie beoordeelde hij op professioneel niveau de economische voordelen van het U-Sky transport- en infrastructuurtechnologie als het meest kostefficiënte systeem in vergelijking met andere vervoerswijzen. Hij zegt, U-Sky is in vergelijking met een vliegtuig, transport is dan 3,3 keer kostefficiënter, met een hoge snelheidstrein 2,5 tot 3,1 goedkoper, met de Transrapid magneettrein zelfs 9,6 keer meer kostefficiënter. En in vergelijking met een auto zal het energieverbruik ook 31 keer lager zijn. Vooral de veelzijdigheid van het U-Sky transportstructuurcomplex was hij enthousiast over. Hij zei het is toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden. Hij vond het interessant dat in koude streken van Noord-Rusland, waar de temperatuur min 40 tot min 60 kan zijn, en in hete woestijn van de Verenigde Arabische Emiraten, met luchttemperaturen van plus 40 tot 60, dat daar op alle hitte manieren dit systeem kan blijven rijden. Dat is allemaal al getest. Hier zie je dat František Solar en Maslow, die gingen naar Vietnam. En het middelste plaatje zie je, was tijdens de pandemie. Mocht gereisd worden, maar je moest helemaal ingepakt zijn in plastic. Schoenen aan, plastic schoenen, handschoenen, hoofddeksels.
En zo hebben ze al die tijd in een vliegtuig gezeten. Ze dachten eerst 14 dagen in quarantaine te moeten, maar het werd 4 weken. Eerst in een 14 dagen in een quarantainehotel van Vietnam zelf en daarna mochten ze pas naar hun eigen hotel. Ze hadden 3 weken om daar te zijn naast die 2 weken die ze gedacht hadden. Dus ze hadden maar 1 week om daar te gesprekken te voeren met de belangrijke delegaties. Dus ze zijn daar geweest en ze zijn afgelopen najaar zijn ze nog een keer terug geweest om de andere gesprekken die ze niet hadden kunnen doen, om die verder te bespreken. Daarna gaan ze altijd verslag uitbrengen naar Juninski, maar ook naar zijn vrouw, executief officer Nadezhda Kosareva. En ze hebben hier ook nog gesproken over het vervoer in de regio's van Rusland, Vietnam, maar ook Scandinavische landen en Baltische landen. Dus er is zoveel wat er besproken wordt. Waarom investeren mensen in het U-Sky-project? Nou, omdat de snatransportmotor geen schadelijke stoffen uitstoot in de atmosfeer. Dat je voor 1 kilometer snarroute maar 100 vierkante meter land nodig hebt. Onderhand minder dan een bospad. En de aanleg van die snaarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen. En de bossen zullen hun zuurstof gewoon kunnen blijven produceren zoals ze er nu al staan. En natuurlijk zijn de meest veelbelovende gebieden voor ons in het Midden-Oosten en Azië. Met plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei. En waar je, zoals je straks zag in die trein, dat mensen bijna niet mee konden rijden. Dat die gewoon super, super vol zitten. En dat zie je vooral in India en Pakistan natuurlijk. Maar er zijn ook al vragen ontvangen van bedrijven in de Verenigde Staten en Canada. Dus dat gaat echt heel veel worden. Hier heb ik een aantal foto's. Ga ik even heel snel erheen, want anders dan duurt het lang, denk ik. Wij zijn hier geweest in de Verenigde Arabische Emiraten. De mochten van ons hotel gingen we de bus in om naar het park toe te gaan. Hier zie je ons in het park aankomen. Rechtsboven zie je Earl met Jolanta, een hele goede contactpersoon van ons, van het bestuur. En links onder Earl met Ines. En rechts zie je Ines met mij. Wij waren daar met z'n vieren. En dan nog iemand uit België, Ivona. Maar die zie je zo meteen wel ergens nog op de foto staan. Hier mochten wij linksboven, komen we uit het paviljoen waar de hoge snelheid begon, de staat van die 500 km per uur kan. Rechtsboven zie je ons staan bij de dubbele spoorstructuur met die buis in het midden. En onderin zie je dat we vertrekken in de wagon. En rechtsonder zie je dat we staan te wachten. Hier zie je ons ook nog een keer staan. Daar zie je het onderste plaatje links, daar staat Ivona bij. Dat is een dame uit België, waar we ook veel contact mee hebben en die daar ook was. We hebben samen met z'n allen heel fijn opgetrokken. En dit zijn de foto's in het park die we dus hebben kunnen maken. Hier zie je ons rechtsboven in, als groep bij elkaar staan. Onze groep, supermooi. En linksonder zie je de totale hele grote groep die daar op dat moment in de bus is gegaan en met z'n allen daar zijn aangekomen. Dus supermooi. En dan zijn er nog foto's van de expo. Hier zie je ons naar de expo gaan. Dan zijn we ook weer door Skyward Community naar de expo vervoerd. En daar zie je in het midden hier, dit is het paviljoen van Nederland. En Nederland die heeft wel een heel mooi paviljoen, maar ik denk dat heel veel mensen het niet gezien hebben. Want dit paviljoen, dit zijn plantjes in het midden, die groene dingen. En er zit een buis in het midden in, die gaat naar boven, naar buiten. Die vangt daar de vocht op uit de lucht. En daarmee worden deze plantjes allemaal water gegeven. Maar niet alleen deze plantjes. Ze vertelden ons dat ook de horeca, de spoelkeuken, dat water gebruikt. En ook de toiletten werden doorgespoeld met het water wat van buitenaf naar binnen werd gehaald en hier verwerkt werd. Dus dat was de techniek die Nederland daar liet zien. Het is daar een hele andere beurs als wat wij gewend zijn. Wij zijn beurzen gewend waar elke bedrijf vertegenwoordigd wordt door een aantal vertegenwoordigers die ons aanspreken en uitleg geven over de belangrijke dingen van dat bedrijf. Hier wilde de Verenigde Arabische Emiraten alleen dat het land liet zien waar zij het beste in waren. En zo was er van elk land een paviljoen. En zo hier zie je zo meteen, dit zijn de paviljoens van verschillende landen. Ieder land had weer een andere techniek of een andere uitstraling. Ze probeerden allemaal iets moois van te maken. Hier zie je het ook nog een aantal mooie paviljoens. En rechtsonder is gewoon heel mooi, waren allemaal zonnecellen. En hier zie je rechts, de twee plaatjes rechts, dat er weer een wagon eruit gehaald wordt. En die wordt weggebracht naar voor verdere extra aanpassingen te doen. Na test dat ze zagen, nou we kunnen het nog verder ontwikkelen en nog verbeteren. En dat wordt zo telkens gedaan. En linksonder zie je een aantal mensen van het bestuur die hier in het park staan. Dit is de groep uit Vietnam.
Die heeft er een paar weken terug pas mogen komen, net in de laatste weken van maart toen het daar nog was. En de pijlen die erbij staan, dat zijn eigenlijk de bestuursleden waar wij heel direct contact mee hebben. Dat zijn de bestuursleden van Skyward Community, waar wij dus allemaal in zitten. En waar we allemaal onze inlog telkens doen. En waar die moeten zorgen dat ons systeem blijft draaien en dat alles perfect loopt. En daar hebben wij de contacten mee als er iets is. Dan hebben we hier nog eventjes de Belgische man. Die zit op dit moment in Nigeria. Christian van der Vijver. Die heeft een hele groep Nigerianen. Maar die was hier bij de Vietnamezen. Om daar aanwezig te zijn. Dit is heer Vladi Volkov met zijn vrouw Irina. En hier hebben wij gewoon heel veel contact mee. En hier, door hun worden wij op de hoogte gehouden van alles wat er verandert bij Skyward Community. Nou heb ik een aantal vragen gekregen van mensen sinds de oorlog die is uitgebroken tussen Oekraïne en Rusland. En nou heb ik die vragen aan de mensen van Skyward Community gesteld die je net op die plaatjes hebt gezien. En zij zeiden, dankzij de steun van investeerders en partners van Skyward Community werkt het crowdfunding platform normaal en blijft het stabiele financiering bieden voor het stringtransportproject. Ze zitten namelijk op verschillende delen van de wereld. Ze zitten in het bovenste plaatje rechtsboven in Cyprus. Daaronder zie je in Vanuatu bij Australië. En daaronder zie je in de Cayman-eilanden bij Amerika. En dat wil zeggen, ze zitten helemaal niet met hun bankensysteem in Rusland. En dus ook de SWIFT-gedeelte wat geblokkeerd wordt en alles, daar hebben wij totaal geen problemen mee. Het meeste wordt aangestuurd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar gaat het door op den duur allemaal naartoe. Er is nu al veel. Maar ze willen allebei de testparken blijven gebruiken. En ze hopen dat ze dat ook kunnen blijven doen. Dus ze werken ook vooral met het cryptocurrency systeem. En dat heeft natuurlijk over de hele wereld kun je daarmee vrij geld overmaken en ontvangen. Hier heb ik dan een keer een plaatje dan, waar ze zitten over de wereld. Dan zie je hoe mooi dat het verdeeld is. En gaan de bouwontwikkelingen door, had ik ook gevraagd. En toen heeft dit, is de vrouw van Antonijnitsky. En die heeft gezegd, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen ingekort, wat voldoende zal zijn om al het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. En eventuele onderbrekingen in de levering zullen ons niet hinderen. En op een beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle afspraken met onze partners blijven gewoon doorgaan. En ik had vragen gesteld, want er kwamen natuurlijk mensen die vroegen vragen aan mij. En toen heb ik die gesteld. En vooral omdat het SWIFT-systeem natuurlijk geblokkeerd werd. En schreef ze, Russische banken hebben er in ons geval niets mee te maken. In Rusland zijn er helemaal geen rekeningen voor de groep voor bedrijven van Skyward Community. En dan wordt ook gevraagd, als we dividenden gaan krijgen, moeten wij dan klant worden bij Russische banken? En toen kreeg ik te horen van nee, als het zover is, dan zullen de dividenden op rekening van de aandeelhouder komen naar zijn eigen persoonlijke bankrekening in het land dat hij persoonlijk zal aangeven. Dus iedereen kan gewoon blijven betalen, onze maandelijkse pakketten, alles gaat gewoon door en zal er gestagneerd worden. Hier hebben we nog een plaatje van de lineaire steden. Daar gaan ze ook mee beginnen. Een hoogbouwgebouw waar het station is met eromheen ecohuizen. En binnen 5 minuten kan iedereen bij zo'n opstapstation zijn. Dit is heel belangrijk. Dit is een certificaat. Dat zijn ook foto's allemaal dat getest werd door het certificatiecentrum. Dat is een onafhankelijk bedrijf dat dit gaat testen. En die hebben niet alleen dus het rollend materiaal, maar die hebben ook alle andere onderdelen die erbij horen, hebben ze getest. En dat is dus goedgekeurd. Heb je daarnet allemaal al gezien, al die certificaten. En dan ga ik nu nog iets nieuws vertellen. Want de mediabron van de World Construction Today publiceerde vandaag een artikel over de Hyperloop van Virzing. De Unesco String Technologie Inc. heeft Virzing Hyperloop verslagen. Het ingenieurbureau van Unesco String Technologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virzing Hyperloop het idee van het passagiersvervoer gaat verlaten. De vacuumreizigerstreinen die versnellen tot boven de 1000 km per uur bij de Virzing Hyperloop verzekeren destijds dat het deze lijn in de praktijk zou gaan brengen. Maar niet zo lang geleden maakte Virzing Hyperloop echter officieel bekend dat het idee van personenvervoer heeft losgelaten. Financiële Times meldde dat Virzing Hyperloop volledig was
overgestapt op transport. En de publicatie van de eerste versie van de Hyperloop-concept leidde tot veel discussie namelijk tussen wetenschappers en ingenieurs. En sommigen dachten dat het project niet levensvatbaar zou zijn. Zelfs als erin zou slagen om het wettelijke goedkeuring te krijgen. Maar anderen dachten dat het systeem veel te duur zou zijn. Het zou miljarden gaan kosten die niet elke belegger bereid zou zijn om te betalen. En anderen waren van mening dat de berekeningen van het energieverbruik veel hoger zouden zijn dan de ontwikkelaar had opgegeven. En vooral ook de veiligheid voor passagiers werd in twijfel getrokken van het risico van drukverlaging. En als de reizende capsule die luchtdichtheid zou verliezen, dan zouden de passagiers onmiddellijk sterven. En alleen een succesvolle implementatie van het traject werd dus door de critici echt wel vet naar beneden gehaald. En het beleid was van plan om in de eerste commerciële lijnen in 2020 te lanceren. Maar ze stelden de introductie uit tot 2021. Maar ook deze plannen werden niet uitgekomen. De Virgin Hyperloop besloot zich te heroriënteren en ze zijn overgestapt van passagiersvervoer naar goederenvervoer. En het management verklaarde deze beslissing door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen en alle andere veranderingen als gevolg van de COVID-19. Maar de auteur van Jininski Stringtechnologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden als gevolg van de pandemie Jininski Stringtechnologie zijn plannen niet heeft opgeheven. En de COVID-19 is geen belemmering, wordt gezegd door Jininski Stringtechnologie. Het blad World Construction Today schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moet hebben bemoeilijkt. Maar in moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Jininski Stringtechnologie zijn plannen niet op. En wat biedt Jininski Stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Het bedrijf ontwikkelt, produceert en test via duct- en transport- en infrastructuurcomplexen, gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. En zelfrijdende voertuigen, wat wij allemaal weten, die rijden allemaal op het tweede niveau. Daardoor zijn files, ongevallen of aanrijdingen met voetgangers en dieren niet meer mogelijk. En dergelijke routes zijn ook geen kruispunten, er zijn geen tegenliggers, er zijn geen zebrapaden. De spoorconstructie kan ook naast woningen worden gebouwd, want het is praktisch geruisloos. De woningen hebben er dus helemaal geen last van de geluidsoverlast. En dit strikviaduct is gewoon universeel. Het kan worden gebruikt voor het afhandelen van zowel passagiersvervoer, maar ook voor vrachtvervoer. En de complexen kunnen in uiteenlopende toepassingen worden ingezet. Ze kunnen betaalbare communicatie tussen een megastad en de buitenwijken of naar een luchthaven verbinden. Maar ook kunnen ze verbinden van delen van een stad die gescheiden is door bijvoorbeeld een waterkering, zoals een rivier of wat dan ook. En het Jininski transport is echt bijzonder efficiënt over moeilijk of lastig terrein. En de aanleg van stringviaduct in deze gebieden kost ook veel minder dan een spoorbaan of een snelweg. En het heeft ook niet dezelfde problemen als bij de aanleg van een spoorweg of snelweg. Want ze kunnen ook met hun drone vanuit de lucht bouwen. Dus ze hoeven ook geen wegen aan te leggen in een berggebied of wat dan ook. Omdat er ook vanuit de lucht gebouwd kan worden. Dus de berg wordt totaal niet platgereden door zwaar verkeer wat er overheen moet ergens naartoe. Dus Jininski Stringtechnologie, de implementatie lijkt erop dat het transport en de infrastructuur voor het bedrijf een veel grotere levensvatbare oplossing is dan de overschatte projecten van Virgin Hyperloop. Dus als je dan bekijkt, heeft Virgin Hyperloop ook aangekondigd destijds dat ze de capsule gingen bouwen en dat die in zeer lage drukbuizen konden reizen met snelheden tot 1000 kilometer. Maar de media is al enkele jaren zeer enthousiast waren ze over het idee voor de implementatie ervan. Maar ze twijfelden dus wel of dat duurzaam zou zijn voor dit project. Maar de publicatie van de eerste versie van de Hyperloop concept leidde tot heel veel discussie tussen wetenschappers en ingenieurs. Maar Jininski Stringtechnologie had een betere versie van de Virgin Hyperloop. Je ziet hier op het plaatje die ronde cirkel. Nou, ik heb je een paar keer net al gewezen op de ronde cirkel tussen de rails van Jininski Stringtechnologie. En zij ontwikkelen dus een alternatief transport. En vorig jaar hebben ze daarvoor al een certificaat van conformiteit met de veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie TUVSW. En kort daarna heeft Skyward Community aangekondigd dat ze aan de commerciële projecten gaan beginnen. En wat zegt de mediabron van World Construction Today, het boek
dat schrijft, op basis van de manier waarop Jeninske stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat de transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virgin Hyperloop. Hoe geweldig is dat dat dit geschreven wordt? Dit is echt fantastisch. Als mensen nu nog niet geloven dat het systeem van Jeninske stringtechnologie een hele mooie toekomst tegemoet gaat, dan weet ik het niet meer. Als we het samenpakken, kunnen we dus zeggen dat het heel veilig is. En wij ondersteunen een bedrijf om iets te bouwen wat bijna nog niemand kent. Zelfs hier rechts op het plaatje, daar zie je een persoon in het rood omcirkeld en groen. En als je goed kijkt, zie je heel dun een lijntje. En dat lijntje is vooraan links in het hoekje is een wagon. En die heeft een bepaalde omgeving om zich heen waar hij alles test, waar eventueel mensen kunnen lopen of dieren of wat dan ook. Op het moment als binnen die lijn een persoon of een dier komt, dan stopt de wagon die links onder in het hoekje zichtbaar is. En als die persoon naar die wagon toe loopt, gaat die wagon zelfs achteruit. Loopt die persoon weer naar voren, volgt die persoon hem. Ik heb zelfs een filmpje gezien dat een persoon heel hard rende en achter een pilaar ging staan. En zelfs toen wist die wagon het te herkennen en stopte. Op het moment als die persoon weer buiten die cirkel komt, kan die wagon verder reizen. Dit is zo verschrikkelijk goed en veilig, dat daar kunnen we echt heel blij mee zijn. Nou, er zijn 15 fases voor deze ontwikkeling en we zitten in 14.2. Het gaat door tot 15 natuurlijk. Wanneer dan we in 15 komen, weet ik niet. Maar ik zou zeggen, vertel het zoveel mogelijk mensen. Want nu hebben ze natuurlijk door de ondersteuning een veel betere tegenprestatie wat ze kunnen krijgen. En hoe geweldig zou dat zijn. Wij gaan zo'n mooie, jarenlange, goede toekomst tegemoet. Doordat als het bedrijf straks winst gaat maken, dan gaan wij over die winst een winstdeling krijgen. Want we zijn allemaal een heel klein stukje mede-eigenaar. Als mensen maar voor een paar tientjes al een investering doen, zijn ze al mede-eigenaar. Het bedrijf wil graag dat er heel veel mensen komen. En dan maakt het niet uit, al is het maar voor een klein beetje. Maar straks kan Jeninske stringtechnologie ook weer zorgen dat deze mensen beloond worden voor het vertrouwen in het bedrijf. Hoe mooi is dat? Hier hebben we nog een aantal linken van alles waar je van alles kunt vinden over Jeninske stringtechnologie, over de techniek, over alle andere dingen die er verteld zijn, die er gebouwd zijn en van alles meer. Dus hier kun je allemaal gaan kijken. Wil je dat niet doen, kom elke week luisteren. Als wij weer nieuws hebben, dan vertellen we dat tussendoor tijdens onze presentatie. We moeten natuurlijk ook het eerste gedeelte altijd doen voor nieuwe mensen. Jullie kunnen gewoon nieuwe mensen laten komen, want wij gaan altijd het begin vertellen hoe het is en hoe het zit, zodat nieuwe mensen ook begrijpen waar het over gaat. Maar daarna komen we ook met alle nieuwe dingen die we te horen hebben gekregen. Nog even iets, een nieuwtje voor jullie. Aanstaande donderdag, ik heb het in de Skype-groep gezet en in de WhatsApp-groep. Maar aanstaande donderdag om 4 uur Nederlandse tijd gaat het bestuur nog meer uitleg geven. Ik denk dat het hierover gaat wat ik net vertelde. Ik weet verder niet of het waar is. Maar ze gaan meer uitleg geven. Ga daar naartoe. Zorg dat je inlogt om 4 uur. De link staat in de Skype-groep. Heb je die niet? Benader me even, dan stuur ik het naar jullie toe. Maar ik zou zeggen, ga allemaal luisteren, want ik denk dat we daar nog meer leuke dingen te horen krijgen. Ik hoop het in ieder geval. Nou, dit was wat mij betreft mijn presentatie. Hier heb je mijn telefoonnummer en het telefoonnummer van Earl nog. Wil je iets meer weten, dan kun je ons altijd bellen. En dan zou ik zeggen, hartelijk bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.